Vorig jaar zomer maakte Azor Matuziwa de overstap van Ajax naar FC Groningen. De FC is de vijfde club waar Matuziwa voor uitkomt. De middenvelder begon in zijn geboorteplaats Hilversum als klein jongetje met voetballen bij HSV Wasmeer. Ja, leuke tijd gehad. Heel veel vrienden aan overgehouden. Begon daar een gigantje, zeg maar, kabouter begon ik daar. Tot het D1 gespeeld. Daarna naar Almere City gegaan. Twee jaar heb ik daar gespeeld. Van Almere City naar Ajax. Van Ajax halfjaartje naar de Graafschap. En nu zit ik hier. Matuziwa voetbalde 7 jaar in de jeugd van Wasmeer. Ik kom daar nog altijd met alle plezier als ik in Hilversum ben en ik heb tijd om langs te gaan. Dan doe ik dat zeker. De laatste tijd is dat iets minder geweest, want ik natuurlijk best wel ver woon nu. Niet zoveel tijd daar meer voor heb vrij kunnen maken, maar zodra ik tijd heb, dan rij ik wel even daar langs, ja. Vorig jaar november bracht Matuziwa ook een bezoek aan zijn oude club en nam hij een gesigneerd shirt van FC Groningen mee. Ja, was leuk. Er stonden heel veel mensen die stonden me op te wachten. En alles was goed geregeld. Ik heb een shirtje kunnen geven, waar ze heel dankbaar voor. Hebben ze ook opgehangen. Ik heb twee weken geleden heb ik foto's binnengekregen. Dat die hangt naast het shirtje van Davy. Davy Klaassen. Ja, en van Kippensluis. Dus het zijn ook spelers die daar allemaal hebben gespeeld. Ik heb echt nogmaals een leuke tijd gehad. Echt heel veel vrienden aan overgehouden, waar ik tot de dag van vandaag nog steeds contact mee heb. En ook twee teams denk ik doorgeschoven, twee teams doorgeschoven. Waardoor ik al best wel vroeg, zeg maar, op een groot veld kwam te spelen. Maar ik heb echt een fantastische tijd achter de rug gehad. Matuziwa werd op 28 april 1998 geboren in Hilversum. De plaats waar zijn ouders, broers en zussen in 1994 terechtkwamen, nadat ze uit Angola waren gevlucht vanwege de burgeroorlog daar. Die waren niet veilig, die voelden zich gewoon niet veilig. En die kozen dan ook om, die kozen ervoor om met mijn broers en zussen te vluchten. Jarenlang moest de familie Matuziwa in Nederland wachten op een verblijfsvergunning. Eind 2005 kwam eindelijk het verlossende woord. Ja, ik denk dat ik een jaartje of 7 was. 7 zo denk ik. Je merkte natuurlijk wel een beetje, alleen ik was dus tijd was nog best wel klein, dus ik heb wel wat van meegekregen, maar niet super veel of zo. Wat herinner je er nog van? Ik herinner dat wij in Hilversum met de school waar mijn zus en ik op zaten en met de voetbalclub, want mijn zus handbalde ook bij Wasmeer. Dus ook met dezelfde voetbalclub hebben we een soort van avondvierdaagse of zo gelopen, gewoon puur uit protest dat wij mochten blijven. En daar ben ik tot de dag van vandaag, iedereen die daar zijn aandeel daarin heeft gehad, ben ik daar heel erg dankbaar voor. Maar dat is ook een van de redenen waarom ik, zeg maar, eigenlijk toch wel hier zit. Na 7 jaar Wasmeer speelde Matuziwa 2 jaar in de jeugd van Almere City. Via die club kwam hij terecht in de opleiding van Ajax. Het was een samenwerking tussen Almere City en Ajax. En om de zoveel periode deden jongens van Almere City, die gingen dan, zeg maar, daar trainen. Om te kijken hoe het niveau was. En heel eerlijk gezegd had ik er al niet meer echt op gerekend dat ik nog opgeroepen zou worden of zo. En opeens riep de trainer mij bij zich en die begon mij te feliciteren. En die zei dat ik vanaf komend seizoen bij Ajax mocht spelen. En waarom had je er eerst niet op gerekend? Omdat het werd meer uitgelegd, niet echt als een scoutingsding of zo, maar gewoon als gewoon kijken hoe het niveau is. Dus vandaar eigenlijk. Matuziwa speelde bij Ajax 3 jaar in de jeugd en maakte vanaf medio 2016 deel uit van de selectie van Jong Ajax. Ja, ik heb een leuke periode gehad. Ik heb er echt heel veel geleerd. Voornamelijk voetballend ben ik echt een stuk beter geworden. En dat is wel gewoon een bagage die je altijd mee zal dragen. Ja, voetballend beter geworden. Op wat voor manier ben je voetballend beter geworden? Toen ik bij Ajax kwam was ik meer vooral echt een werker, zeg maar. Ballen afpakken, inleveren. Alleen bij Ajax, ik weet nog de eerste training dat ik daar kwam, deed de posities wel. Heb ik de bal volgens mij 0 keer aangeraakt. En ik dacht echt, oh mijn god, waar ben ik in beland? Alleen de trainers die zeiden van, heb geduld. Het is normaal dat je nu zo voelt. Je moet gewoon rustig met het niveau moet je meegroeien. Dus zodoende. En het positiespel ging uiteindelijk steeds beter. Ik voelde me steeds comfortabeler aan de bal. En ik denk dat nu ook wel te zien is.
Matuziwa speelde één wedstrijd in het eerste elftal van Ajax. Dat was op 6 mei 2018 tegen Excelsior. Geeft de bal mee aan Kluivert. Goede passie. Daarna werd hij in de tweede seizoenshelft van 2018-2019 verhuurd aan de Graafschap. Ik dacht al heel snel van, bij de Graafschap heb ik het gewoon heel goed gedaan. Dus ik denk dat er wel gewoon een mooie club voor mij gaat komen en dat ik me daar gewoon weer op kan richten. Die mooie club is nu FC Groningen. In Groningen trof hij opnieuw Kai Sierhuis en Deovisio Zeefuik, met wie hij ook samenspeelde in de jeugd van Ajax. Ja, inderdaad. Klopt. Ze hebben natuurlijk ook wel een kleine aandeel gehad in mijn overgang naar Groningen natuurlijk. Die hebben ook, ik heb natuurlijk om informatie naar hen gevraagd en die waren waren positief over de club. Dus dat is ook iets wat meewoog in mijn beslissing. Matuziwa is sinds dit seizoen een paar keer opgeroepen voor Jong Oranje. Hij mag echter ook uitkomen voor Angola, het land waar zijn ouders vandaan komen. Stel dat je voor de keuze wordt gezet, waar kies je dan voor? Op dit moment ligt mijn keuze natuurlijk bij Oranje, omdat ik denk dat ik met Oranje meer kans maak op eindtoernooi. Zo realistisch moet je ook zijn. Het is natuurlijk wel mooi om voor Angola uit te komen, alleen ik denk voor mijzelf natuurlijk is het mooi om op zo'n WK te spelen. En met Angola wordt dat heel lastig.